Joert geregeld rein op de Oosludiek. Maar dat wie juster heel oors maar de steuring in de bregen. Bij kwam wat de zons die in de meesten urenlang in de file in de baan en de zinnen. Het wie al de fietje in de steuring dit hier. De met gauw een aankomen onder problemen, vinden twaalf kamerleden. We kennen het ook zijn getrokken. De dingen zijn totaal versleten. En dan is het weer dit en dan is het weer dat. Juster weer het maar uitzetterij. Maar we halen pikken kamervragen die ik gesteld had. Hem dit zijn, ik zal er een verste montageploeg opzetten. Althans een ploeg die, die repareren kan als er wat is. Maar ja, ik denk, ik zou juist gek zijn hier. Als ik een auto hier mezelf wil steuren, dan heb ik hem al lang bij de sloop staan. Ja, dan moet in de techniek zacht worden. Maar ik vind ik op het moment dat die bregen des te net meer oorhinnen kiest, dan moet ik zorgen worden dat er heel snel omleid wordt. Want dat duurt nou vaak ik nog heel erg lang. Dat is naar de orenbaan leid wust en dat is het wel rieden kiest. Ken je hier een soort klachten hoor? Jazeker. Via de mail, via Twitter, mensen die je aanspreken. Heel soort klachten hoor, oude Oosludiek. En ja, dat is ik wel terug, dat denk ik. Het is klaar met als dik. Die bregende sluis die moet met voorrang vernijd worden. Dat hebben we natuurlijk nog net mooi klaar. Want Joert, van mij denk ik het echt hoe werden komen de belangrijkste keuzes. Daar komen de prioriteiten en dan wordt het nooit, denk ik, dat het geld erbij zocht is. Dus ja, dan moet het naar bouwd worden. Dus ik denk dat we van de zimmer hopelijk toemiende, een beetje storingvrij erdoorheen kunnen.